daar zijn we alweer. Goedenavond. Nooit van iemand vertelde ooit wat als we gaan beginnen. Goedenavond, daar zijn we weer. Bij de nieuwe aflevering van de Jaap Aap Show. Nou, u voelt hem zelf ook wel. We zitten weer eronder nog te over. Ik denk, ik zal eens lollig binnenkomen. Dan sla ik op die bel. Ik heb die bel al, ja, ja. Denk u dat afgelopen is. Oh, op die manier. Nou, wat moet ik lachen, zeg. Ja. Wat moet ik nou alweer lachen? Maar goed, dames en heren. Ik heb zo'n succes, hè, met het optreden in dit programma iedere week, hè. Onbegrijpelijk. Ach. Ja. Ik word de laatste tijd zoveel gevraagd in het land, hè. Gevraagd in het land als wat? Ja, nou, wat voor feestavondjes en zo, hè. Oh, ja. Oh. Ja, als conferencier. Oh, kom maar gezellig, zeg. Ja, dat doe ik. En dan vertel ik een paar bakken en zo, hè. En dan ga ik een stuk of 3-4 keer naar het toilet. Ook als ik niet mot, hoor. Nou, dat zal wel een gezellige avond zijn. Dat is geinig, hè? Ja, heel gezellig. Ik geef een plas, hoor. Oh, nou, ja. Dan gillen ze, hè. Dan gaan ze gelachen. Ja. Dames en heren, we gaan gauw beginnen. Zal ik eens een bak vertellen? Nou, dat hoeft niet. We gaan even beginnen met het programma, hè. Dat is wel geinig, hoor. Ja, dat zal wel leuk zijn. Ja. Dames en heren. Ik heb ze namelijk uit een boekie. Uit een boekie? Ja, dat heb ik gekocht in de winkel van André van Duin. André van Duin? De gekste moppen heet het. Oh, dat heb ik hier in de boekie, ja. Is het lachen geblazen, ja? Ja. Nou, ik heb hem nog niet gelezen. Kan niet lollig zijn, lijkt me. Ik zal ze eens even vertellen wat ik vind. Die Van Duin vind ik altijd zo leuk uit de hoek komen, hè? Ja, ik vind hem leuker als hij de hoek weer ingaat. Maar goed, dat zal wel aan mij liggen. Ik heb er hier bijvoorbeeld één. Dat is mijn favoriete wel, hoor. Eén favoriet. Nou, even snel dan. Dan moet je door. Ben je er klaar voor, hè? Ja, ik ben er klaar voor. Ja, nou, wat is gaat hij? Hij is dus van André van Duin. Ja, hij is van André van Duin. Die staat in dat boekje. Nou, wat is Even kijken. Daar gaat hij. Ja. Hoe lang is een Chinees? Oh, die is heel oud. Die is oud als de weg naar Kralingen. Nee, maar die is heel oud, een hele oude. Nee, maar hallo, maar het gaat er niet om hoe oud die is. Nee, het gaat goed. Er om hoe lang die is. Ja, die nee, dat is heel bekend. Dames en heren. Het is geen makkelijk, hè? Dat geef ik toe. Nou, oké, ik zal hem eens bij. Een meter, hij is een meter lang. Nou, dat is niet goed, dat is fout. Oh. Nee, dat is niet goed. Zal nou, ik het zeggen? Ja, hoe lang is die Chinees? Nou, het is eigenlijk een beetje instinkertje, hè? Ja, kijk, hij heet namelijk Hoe Lang. Begrijp u wel? Ja. Oh, Chinees. Ja. Het gaat er dus niet om hoe lang die is. Nee. Hij heet Hoe. Begrijp je wel? Ja, hoe dat is lang? Ja, ik begrijp hem. Dat is net zoiets als van hoe heet. Het is hoogpolig cabaret. Ja, hoogpolig cabaret. Maar het is net zoiets van hoe lang is keizer, of hoe heet keizer Karel zijn hond. Nou, dat is net nou, dat weet ik niet. Hoe heet hij dan? Nou, dat is hetzelfde als bij die Chinees. Van, hoe heet wacht die gewoon? Even, die Chinees die had toch helemaal geen hond? Nee, natuurlijk had een Chinees. Die had een kameel en die heet de Karel, nou, klaar. Ik begrijp hem niet hoor. Die hond heette ook Hoe. Hoe? Ja, Hoe. Dat weet ik dus niet. Hoe heette die dan? Hoe, die hond heette ook Hond. Ik weet niet. Oké, die hond heette Wippy. Klaar. Ja, Wippy heette die hond. Dames en heren. Oh, wacht even. Oh, nee, wacht even. Ja, nee, dus die hond van die keizer Karel heette Wippy. Nou, oh, dat is een leuke die moet ik onthouden, zeg. Ja, dat is een dijker, hè. Leuk, hè? Die kan ik de volgende keer gelijk vertellen. Mooi. Ja, vind je het goed als ik hem de volgende keer in mijn optreden gebruik? Ja, hoor. Het zal een leuke avond worden. Ja. Dames en heren, we gaan gauw beginnen, hè. De keizer Karel's hond, Wippy. Wat een griller, ja, wat een knaller, hè. Dames en heren, het programma van vanavond, want daar gaat het om. Wacht, zou ik ook even eerst misschien even het adres door kunnen geven waar de mensen mij kunnen boeken? Wat er is, welk adres? De mensen mij willen hebben voor een avond of zo. Het adres is Theaterbureau De Opgeheven Bushalte. Opgeheven Bushalte? Ja, daar komt zo. Er was daar vroeger altijd een bushalte voor de deur, hè? Oh. Ja, maar die is opgeheven. Oh, en waarom is die opgeheven, die bushalte? Nou, hij stond aan een doodlopende weg. Ja. Nou goed, het adres is in ieder geval Zaanstraat 3. 1234 FG in Woudrichem. Oh. En dat is in de linkerbovenhoek vermelden een avondje Ruud. Avondje Ruud. Ja, dat is makkelijk bij het sorteren van de post, hè. Hoezo? Ja, want Arno en Gratje die zit ook bij dat bureau, hè. Nee, hè. Arno en Gratje. En Heepie en dikke Leo en Bolle Jan, hè. Nou ja, ik zou maar zeggen, alles wat een beetje aan de weg timmert, dat zit bij dat bureau. Hè? Ja, ja. Dus nou, ik ook, hè. Ja, jij ook, vanzelf.
Hetzelfde kaliber. Dames en heren, we gaan beginnen met het programma. Dat is er misschien wel aardig. Ik heb een filmpje van zo'n avond waar ik optreed. Is dat niet leuk om even maar, te kijken? Nou, kun je die filmpjes nou niet beter eens lekker onder elkaar op het Binnenhof gaan zitten draaien? Ja, dat is natuurlijk wel zo. Maar kijk, het probleem is dat bij mij in het torentje, daar kun je geen filmdoek op hangen. Hoezo niet? Wat is er dan? Nee, ik heb alleen maar ronde muren, hè. Dan heb je zo'n torentje. Ja, dat is lastig. Ja, als ik bijvoorbeeld een schilderij in mijn torentje wil hebben, ja, dan moet ik het eerst 3 weken in de regen op balkon laten staan, dat die krom trekt en dan kan ik hem pas ophangen. Ja. Knappe dag. Ja, het is alleen zo vervelend. Je weet met die schilderijen nooit van tevoren welke kant ze optrekken. Nee, natuurlijk niet. Dat weet je niet. Ja, daarom hangt de helft bij mij ook met de voorkant tegen de muur, hè. Ja, de trekken ze de verkeerde kant op, hè. Ik word er zo moe van, hè. Nou, als u even wil uitrusten, dan draai ik even mijn filmpje van zo'n avond. Nou, hè? Zullen we een andere keer doen? We wachten even tot later. Dat is zo gebeurd. Kijk, daar heb je. Kijk hier de kop. Kijk, dan zie je mijn binnenkomen. Hè? Wat is er nou? Dit was in Amsterdam-Oost op de jaarlijkse feestavond van de winkeliersvereniging. Oh. Ja. Kijk, leuk. Krijg ik bloemen, zie je wel. Nou, nou, hè? Ziet u hoe vol het is? Ja. Enorm veel. Ja, ik trek enorm veel publiek, hè. Ach, dat is net als bij een ongeluk, hè. Daar gaat ook iedereen kijk, kijken. Kijk, hier zit ik te wachten tot ik aan de beurt ben, hè. Oh, ja. Ja, er was eerst nog een organist voor mij. Die bracht even de stemming erin, hè. Dat mag u horen. Hoor u hoe gezellig? Nou, leuk, de muziek hier, hè. Ja, dat klinkt wel, hè. Nou, lekker muziek. Hij had ook platen bij je melpees, die verkocht hij na afloop. En die gingen als warme broodjes, hè. Het heeft 3 kwartier geduurd het optreden. Maar wacht, hè. Normaal speelt hij 1,5 uur. Ja. Maar ja, die avond had hij zijn arm in het gips zitten, dus hij moest het kort houden, hè. Nou word ik aangekondigd. Luister, moet u luisteren, hoor, wel die aankondiging. En de premier Lubbers. Ja. Mag ik hem uitnodigen om het woord dat u er heeft in Den Haag vandaag? Nou, dan gaan we beleven hoor. Wat gebeurt er nou? Ik hoor niks meer. Dat komt zo. Dat was een foutje van die man van het geluid. Die zette de microfoon even goed. Ja. Maar die drukte ook per ongeluk het aan- en uitknopje uit. Wat een mazzel voor ja, die mensen. Geen geluid meer. Hè? Nee, geen geluid meer. Maakt niet uit, want nee. Mijn mimiek is zo sterk. Hè? Het blijft toch leuk, hè? Vindt u niet? Enorm leuk. Ja. Ja. Je kunt toch zien dat ik een klassieke opleiding heb, vind je niet? Zie je hoe ik me beweeg? Nou, wat beweeg je? Ja, kenners, ja. Die zeggen dat mijn manier van doen heel veel weg hebt van die Charlie Chaplin. Vind je ook niet? Wie? Charlie Chaplin? Charlie Chaplin. Oh, Charlie Chaplin heet hij. Charlie Chaplin. Ook. Die ook. Kijk, de mensen zitten ademloos naar mij te kijken. Ja, die weten niet wat ze zien, hè. Het is trouwens jammer dat ik achter dat katheder sta, want met mijn voeten doe ik nou ook hele gekke dingen, hè. Zeg, het duurt dan al lang, want ik zit er naar een stomme film te kijken. Dat was 80 jaar geleden leuk, maar we zijn nou toch in 1990. Wacht even, het is zo afgelopen. Kijk, nou ben ik klaar, zie je wel. Ja, wat een geluk, nou. Ja, wat een applaus, hè. Ja. Wat een succes, hè. Iedereen was blij dat het afgelopen was, niet waar? Nou, zo heb ik 3, 4 van die optredens in de week. Wat een narigheid. Kan ik een lijstje krijgen dat ik een beetje weet waar je optreedt? Dat ik niet toevallig bij je binnenloop, je weet maar nooit. Hè? Ik ben ook nog met een nieuwe grammofoonplaat bezig, oh, hoor. Maar goed, dat interesseert ja, niemand. Ja, mijn fans die zeurden mijn kop ver gek, hè. Van Ruud, waar blijf je nieuwe plaat, hè? Ja, natuurlijk, dus ja. Toen ben ik vorige week 3 dagen de studio ingedoken, hè. Zal ik hem even laten horen? Nou, laat hem maar, we wachten op de bezoekjes. Hij is geweldig geworden, hoor. Klein stukje, dan komt hij, dan playback ik even mee. Wacht nou, hoop! Ja, daar komt hij, hoor. Dan zetten ze hem op. Daar gaat hij, hoor. Oh, wat erg, zeg. Jongens, laten we ons verplichten om wat beter te gaan richten. We doen altijd de bril omhoog, jappetepom. Dames zitten ook graag droog, jappetepom. Jongens, mag ik jullie vragen om je wat beter te gedragen? Doe altijd de deur op slot en gooi geen beuken in de pot. Nou, schitterend. Ja, mag ik vragen, die,
die producer had hij toevallig het plaatje SH achter op zijn fiets zitten. Voor de nummers, hè. Maar goed, dames en heren, we hebben het gehad. We gaan gauw verder met het programma. Hoe is het ongelooflijk? En zijn we er allemaal weer doorheen door de tijd? Je hebt het weer voor elkaar, hoor. Iedere week begin je vol goede moed. Het draaiboeken vol zit je te tikken. Gang! Hij maakt het wel weer vol. En wat zijn we wijzer geworden? Ik geef u nog even de belangrijkste punten uit het journaal. Hoe lang is de Chinees? Hij kan gekke dingen met zijn voeten. Hij lijkt op Charlie Chaplin en hij gooit het peuk in de pot. Nou, dat is toch wel informatie waar je de week mee door kan, hè? Met een weekend.